Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is weer tijd voor Black IPA. Het is weer eventjes geleden, maar ik ga het toch weer een beetje proberen op te pakken. Elke zondag een Black IPA op mijn YouTube kanaal. Deze komt uit Engeland. Een bier van Pomona. Pomona Island, Rivington en Squawk Brewing Company. Dus drie brouwerijen hebben aan het bier gewerkt. Deze komt bij Baksbier vandaan. Ik was een tijd geleden samen met Thomas naar Baksbier geweest. Ik was het weekend bij Thomas. Twee hele leuke livestreams opgenomen. En zijn ook bij Baksbier geweest. We hebben daar lekker gezeten. Echt een super leuke locatie. Vond deze, onder andere deze, in de koelkast bij Baksbier. We hebben twee van de bieren van Pomona Island meegenomen. En ik zag deze staan. Die moeten we meenemen en die moet gereviewd gaan worden. Het andere bier heb ik niet gereviewd, maar ik vind dit echt een. Vond dit echt een leuke om mee te nemen. Het bier heet Night Flight to Venus. En het is een Black IPA van 7,4%. Daar staat het volgende op. Most people look at Black IPAs with terror and fear. Nou, ik niet. But to those in the know, one with Aquarius Citra and Sabro is such a lovely deer. Sabro in een Black IPA, ja. Ik hou niet van sabro's in mijn IPA's, maar in Black IPA's vind ik het echt een hele leuke toevoeging. Brewed and canned at Pomona Island in Salford, UK. Waar de andere twee brouwerijen vandaan komen, zou ik eigenlijk niet durven gokken. Ik denk ook uit Engeland. Onderaan de video ga je linkjes vinden voor de brouwerijen en dan kom je er vanzelf achter. Laat even weten wat je van Pomona Island vindt. Ik vind het echt een hele leuke brouwerij. Heb al een aantal bieren van nu ook gereviewd en gehad. Ik vind hem echt leuk. En hun can design is ook gewoon super simpel. Maar echt heel, ja, het valt heel erg op. Echt leuk. We gaan hem gewoon even in een glas doen en ik ben echt heel erg benieuwd. Flinke sis. En ik ruik al echt eenmaal. We gaan hem even in een glas doen. Dit is echt donkerbruin, ja, dat schenkt hij in. Met een hele mooie kakiekleurige schuimkraag. Dit ruikt al. Oh, dit ruikt echt heerlijk. In het glas is die echt al bijna zwart. Mooie, zeer compacte schuimkraag. Grote beetjes bovenop, kleine beetjes onderop. Ziet eruit als een Black IPA, echt. We gaan snel naar de neus. Ja, die sabro die doet zijn werk wel. Kokos, limoen, beetje ananas, echt heel in de verte. Heeft een beetje, heel klein beetje roasty toasty in de neus, maar voornamelijk is het echt de fruitige tonen en de kokos die je ruikt. Gaan we gewoon even snel even proeven. Proost. Die is echt heel mooi in balans, hè? Koffie, chocola, met de fruitige tonen die ik net ook noemde, de kokos, een beetje ananas. Heel mooi bitter ook van de koffie en de chocola.
Mooi mondgevoel. Plakt een beetje ook. Hey, is lekker. Dat is lekker. Een beetje roasty toasty ook. Echt een hele complete Black IPA. Niet heel complex. Hij is wel complex, maar alles is echt perfect in balans eigenlijk. Is niet echt één ding wat er echt ongelooflijk uitspringt. In de neus ook niet. Hij doet gewoon wat hij moet doen. En ik heb er eigenlijk vrij weinig op aan te merken. Ik vind deze heel mooi in balans. Ik hou me van mijn Black IPA's als ze misschien een beetje uit de band springen, maar ik vind deze echt leuk gedaan. En dan bedoel ik met uit de band springen gewoon echt dat. Dat het echt gewoon een beetje meer een klap in je gezicht is. Groot is misschien iets te groot, maar als die een beetje meer uitgesproken is, vind ik echt lekker. Maar deze vind ik ook echt wel, hij is echt super in balans. Ik kan me voorstellen als je niet heel erg van Black IPA's houdt, dat, dat nou, dit misschien wel een leuk instapbier daarvoor is. Er zit er zeker echt, die toon zit er zeker goed in. Van de kokos, roasty toasty, koffie chocola, mooi bitter. Moet je echt wel van houden. Ik hou van deze stijl. Ik vind het echt heel erg leuk dat, dat ik ze steeds meer vind. Of dat nou komt omdat ik beter zoek. Of dat brouwers ze steeds meer maken. Ik hoop het laatst. Dat is echt leuk natuurlijk. Hierna komen nog enkele Black IPA's voorbij zelfs. Op het moment koop ik niet heel veel bier meer. Nou ja, jullie hebben de KNAL-update gezien. Maar als ik een Black IPA tegenkom, ga ik ze zeker nog wel kopen. En dit in verband natuurlijk met de verhuizing die eraan zit te komen. Ja, ik vind deze echt leuk. Ik vind het echt een leuk bier. En laat even weten wat je van de stijl vindt. Ik ja, vraag het elke week, maar ja. Laat onderaan de video even weten. Als je een Black IPA hebt gezien die ik misschien moet gaan reviewen. Dat is wel een goeie. Zijn er Black IPA's die je moet gaan reviewen? Er komen nog een aantal aan, zoals ik zei. En ik ga nog lekker van deze genieten. Dat ga ik zeker doen. En ik zou zeggen, proost. Tot de volgende keer. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. Zoals ik zei, onderaan de video vind je linkjes naar alle drie de brouwerijen. En linkjes naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. Een linkje naar de Dutch Beer Collector waar deze review op komt te staan. Samen met review van Thomas, Remy en Douglas. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. En ik zeg proost en tot de volgende keer. Cheers.